leuk dat je kijkt naar dit filmpje van Paardenfeest. De eerste in de interviewserie Jouw paard lekker in zijn vel. Ik neem je namelijk de komende maanden mee langs 12 mensen die zich sterk maken om ervoor te zorgen dat je paard lekker in zijn vel zit. En ik ga ze vragen naar hun mening. Ik sta nu op het punt om Gisella Bartels te ontmoeten. En ik heb ontzettend veel van haar geleerd. En daarom ben ik heel erg blij dat zij de eerste is in deze serie. Dus ik ga gauw naar haar toe en ga maar met me mee. Nou, mijn naam is Gisella Bartels. Afgestudeerd als dierfysiotherapeut. Dat is een beschermde en erkende titel. Die je alleen krijgt als je die twee opleidingen hebt gedaan. Dat wil overigens niet zeggen dat overige stromingen, dat daar geen goede collega's in kunnen zitten. Alleen, dat is helaas niet beschermd. Dus dan mag iedereen zich zo noemen. En dat geldt voor dit vak gelukkig niet. Ja, dat is een stukje preventief. Dus ervoor zorgen dat het paard goed blijft functioneren. Paarden zijn echt de meesters in compenseren. Dus op het moment dat ergens een bewegingsbeperking zit of een blokkade, dan gaan ze gewoon het aangrenzende gebiedje wat meer bewegen, zodat ze toch uiteindelijk kunnen doen wat van ze gevraagd wordt. Maar daarmee ligt de kans op overbelasting van bepaalde structuren wel op de loer. En heel vaak duurt het heel lang voordat een paard echt gaat aangeven dat iets hem niet lekker zit. En zeker zo'n paard als dit, een paard met een heel fijn karakter, die zou heel lang doorlopen totdat hij echt verzet gaat geven om aan te geven dat iets niet lukt. Sommige mensen kiezen ervoor om het één keer per jaar te doen. Dat is natuurlijk al altijd beter dan dat je het helemaal niet doet. Maar in een jaar kan er wel heel veel gebeuren. Dus als ik moet aanraden om een gemiddeld dressuur of springpaard bijvoorbeeld enigszins goed onder controle te houden, dan zeg ik toch wel een keer of 3-4 per jaar. Maar wat dan vaak gebeurt als er verder niks verandert, is dat zo'n probleem weer terugkomt. En daarom vind ik het zo interessant en eigenlijk gewoon fascinerend om ook die training dan in kaart te brengen. Maar ook het hele management. Het kan in ieder detail zitten. Het ontstaan van een probleem, maar ook de oplossing voor een probleem. Dit is een mooie reactie. Zie je wel vaker na manipulatie? Ja. Alleen hoe eerder we erbij zijn, hoe fijner het is voor het paard, maar ook voor de ruiter. Want op een paard dat lekker in zijn vel zit, rij je gewoon veel fijner. En ja, ik vind het niks fijner dan op een paard zitten waarvan je het gevoel hebt dat hij door heel zijn lijf beweegt en dat met plezier doet, met de oortjes erop. Dat zegt voor mij meer dan een oranje strik aan het hoofdstel, zeg maar, op concours. Ja. Want dat is geen garantie voor een goed lichaamsgebruik. Ja. Je ziet bij heel veel paarden een vorm van asymmetrie in het bekken. Dat wil niet zeggen dat ze daar niet mee kunnen functioneren. Dat is ook niet altijd zomaar even recht te zetten, zoals men dat zegt. Maar zo groot mogelijke vorm van symmetrie is wel wenselijk. Ik vind het misschien wel een extra uitdaging om inderdaad te kijken hoe je sport op een hoog niveau kunt combineren met een prettige manier van trainen en een prettige manier van het lichaam gebruiken voor een paard. Als ik naar de dressuursport kijk, dat er toch nog paarden hele hoge scores lopen. Die dat doen op een manier waarbij ze hun lichaam niet gezond gebruiken. En ik denk dat er heel veel winst te behalen zou zijn op het moment dat juryleden, die dat absoluut met de beste bedoelingen doen, laat ik dat voorop stellen, want het is heel makkelijk om te zeggen dat iemand iets niet goed doet. En ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Maar als er juryleden, maar ook trainers en ruiters, nog meer inzicht kunnen gaan geven in wanneer een paard zijn lichaam op een gezonde manier gebruikt. Maar gelukkig zie ik steeds meer combinaties naar de top groeien die dat op een steeds positievere manier gaan doen. Tenminste, positievere manier. Als ik naar die paarden kijk, zie ik lichaamsgebruik waar ik blij van word.